Hallo, ik ben Dineke de Niets. Ik woon hier in Assen aan de Kersenhof. Wij hebben naar aanleiding van het plaatsen van onze keuken hebben wij onze woning verduurzaamd. En ik neem jullie graag mee in hoe wij dat gedaan hebben. Dus wees welkom en kom binnen. Kom binnen, wees welkom. Het is hier lekker warm, warmer dan buiten. We hebben een drive-in woning, dus we gaan direct naar boven. Nou, hier zijn we in de woonkamer. Nou, als je naar het plafond kijkt, dan zie je daar de infraroodpanelen. Je hebt met infraroodpanelen, dat verwarmt objecten. Dus het is echt een stralingswarmte, waardoor ook de tegels direct warm zijn. En het heeft een stralingshoek van ongeveer 140 graden. Waardoor we dus ook in de kamers verdeeld hebben. Waardoor je een mooie verdeelde warmte in de kamer krijgt. Het verduurzamen van de woning heeft voor ons opgeleverd dat toch een stukje meer woonplezier ook. Ook omdat wij de warmte gewoon als heel prettig ervaren. Prettiger dan centrale verwarming. Dus we zeggen van, ondanks dat we verduurzaamd hebben, levert ons dat het ook op. En het is natuurlijk, daarnaast zijn wij maandelijks minder geld kwijt aan energie- en gaskosten. Nou, het is dus zoals ik zei begonnen in de keuken. Daar hadden we eerst een plintverwarming en die maakte vrij veel lawaai. En toen hebben we gezegd van nieuwe keuken laten plaatsen. Wat willen we daarmee? We willen niet weer zo'n rare plintverwarming erin. Toen hebben we dus inderdaad een paneel laten plaatsen. En die warmte beviel ons zo goed dat we zeiden van goh, we gaan dit doortrekken door de hele woning heen. Dus, nou, die worden aangestuurd door een thermostaat per ruimte, dus je kan het ook gewoon per ruimte inregelen. Wij hebben in het proces hebben we eigenlijk niet echt dingen gehad waarvan we zeggen van goh, dat is ons tegengevallen of dat hadden we anders willen doen. Juist ook omdat je het heel geleidelijk doet, dus je kan ook heel goed nadenken in de stappen die je neemt. De kleine stappen die je in elke woning eigenlijk al kan doen, is het natuurlijk het isoleren van je huis. Dat zijn al hele kleine stappen, het isoleren van je dak. Nou hadden wij in ons geval, was dat niet nodig, ons huis is geïsoleerd. Maar dan denk ik van ja, daar begint het eigenlijk al mensen. Het kunnen hele kleine dingetjes zijn waar je mee kan beginnen. Nou, daarnaast hebben we ook zonnepanelen op het dak laten plaatsen. Daar liggen 12 panelen op. Nou, ik zal jullie ook de smart boilers nog even laten zien. We hebben hier 120 liter in en dat is eigenlijk voor een gezin zelfs voldoende. Wij zijn met z'n tweeën wonen hier, dus voor ons is dit genoeg. En hij houdt dus bij wanneer wij warm water nodig hebben. Dit was mijn energieverhaal. Ik nodig jullie vooral uit om net als ons in kleine stapjes je woning te gaan verduurzamen. Zodat onze medebewoners in de Kop van Groningen ook met een hoop plezier kunnen wonen. En ik wens jullie heel veel succes en daag jullie graag uit in deze.